Wanneer je in het bioscoopleven aan het wachten bent op de volgende blockbuster, na de volgende blockbuster, tot de volgende blockbuster, kan je nog wel eens een film ontschieten. Ik neem je terug naar januari, de tijd dat ik gewoon aan het wachten was op Madame Web en opeens ik iedereen hoorde over de holdovers. En wat blijkt? De holdovers hier, de holdovers daar. En Paul Giamatti, de gast die we kennen van The Truman Show en van Saving Private Ryan, speelt de hoofdrol. En Davin Joy Randolph won een Oscar voor deze film. The Oscar goes to Davin. Natuurlijk moet ik dan reageren op de film The Holdovers. Dus hierbij mijn review. You must know. You cannot. Let's try that again. Slechts zelden ga ik naar een film zonder te weten wat ik kan verwachten. Vaak heb ik al een deel van het verhaal wel ongeveer in mijn hoofd. Weet ik waar iets begint, weet ik waar iets eindigt. En bij de holdovers, het was allemaal nieuw voor mij. Alles dat ik zag, moest ik op me in laten werken op dat moment. Geen idee wetende hoe het verhaal verder zou aflopen. Deze film uit 2023 werd neergezet alsof het een soort 1980 film werd met voice-overs in de trailer. Every year at Barton Academy, students, faculty and staff depart the campus for a 2-week winter break. Paul Giamatti speelt Paul Hunnam, de chagrijnige oude geschiedenisdocent. Sir, I don't understand. That's glaringly apparent. Dominic Sessa speelt Angus Tully, de leerling die moet blijven bij Kerst op de school. That's why he knows how to inflict maximum pain on us. Davin Joy Randolph speelt Mary Lamb, de conciërge mevrouw, de kokkin ook soms. I heard you got stuck with babysitting duty this year. How'd you manage that? En de film begint met de allerlaatste dag voordat Kerstmis eindelijk kan gaan beginnen op school. De oude geschiedenisdocent leert de kinderen de les tijdens een soort geschiedenisles. Waarin je ziet hoe die als chagrijnige oude man zijn lessen belangrijker vindt dan het well-being van al zijn studenten. I can't fail this class. Oh, don't sell yourself short, Mr. Coates. I truly believe that you can. En vervolgens blijven de leerlingen die nergens heen kunnen met Kerst achter op de school onder leiding van deze oude geschiedenisdocent. En zij zullen bekend staan als de holdovers. But there are always an unfortunate few who have nowhere to go for the holidays. They're known as the holdovers. En dan zie je de conciërge in de film en dan denk je, zo, die kan goed acteren. How'd you manage that? Een beetje respect, die vrouw won een Oscar voor dit. Davin. En na ongeveer een kwartier in de film blijven er nog maar 3 mensen achter op deze campus. En dat zijn dus onze 3 hoofdpersonen, Paul, Tully en Mary. En het verhaal begint in een soort character-driven story over hoe iedereen eigenlijk onderlinge relaties heeft met elkaar, voor wie ze respect hebben, over hoe ze in het dagelijks leven zachtaardig of juist niet met elkaar omgaan. I thought all the Nazis were hiding in Argentina. Stifle it, Tully. Je ziet een interessante relatie tussen Tully en de oude geschiedenisleraar Paul Hunnam, die eigenlijk steeds meer naar elkaar toegroeien in de film. There's nobody here, okay? You stay out of my way and I'll stay out of yours. Je ziet ook een interessante relatie tussen Mary en Paul Hunnam, die eigenlijk elkaar soms de les leren in wat ze wel of niet moeten doen in het leven. You don't tell a boy that's been left behind at Christmas that nobody wants him? What's wrong with you? En eigenlijk merk je bij iedereen in de film, iedereen heeft een gebrek aan liefde. I find the world a bitter and complicated place and it seems to feel the same way about me. En aangezien het natuurlijk een kerstfilm is, kan het niet anders dan dat de film halverwege een soort kerstdiner heeft waarin iedereen het opeens goed treft met elkaar. I don't think I've ever had a real family Christmas like this before. Thank you, Mary. Maar deze film heeft zoveel meer dan dat, dat het zomaar eindigt met een soort feel-good kerstdiner. Nee, de film is dan nog maar net begonnen. History is not simply the study of the past, it is an explanation of the present. En verder zit de film gewoon vol met een hoop humor, maar ook een hoop emotionele momenten. To my two unlikely companions. En ik kan nog uren praten over The Holdovers, starring Paul Giamatti. Holdovers. Ow!
Maar er zit ook zoveel in de film wat ik jullie wens om zelf te ontdekken. Dus ga dit zeker kijken. Ga je eigen mening ook vooral vormen. Maar mijn mening moet natuurlijk ook nog even komen. Bijna alle kerstfilms zijn een soort van feel-good bullshit. Zoals A Night for Christmas en dat soort dingen. Films waar je gewoon geen enkele diepere boodschap uithaalt, maar gewoon feel good is. En The Holdovers is zoiets anders. Het is nog steeds feel good, maar het is op een veel verrijkender level met echt karakters die je leert kennen. Mensen waarvan je leert houden. Ook mensen die veranderen in hun karakter. En dat vond ik echt super tof van de film. De film duurt 2 uur en 13 minuten. Dat was best wel lang, vond ik. Het verhaal had denk ik in korter gekund, al gaat dat misschien dan weer ten koste van de karakters. Maar ik moet zeggen dat ik hem soms enigszins langdradig vond. Maar verder heb ik er heel erg van genoten. En deze film kwam eigenlijk vorig jaar al uit in Amerika. Maar die kwam pas dit jaar uit in Nederland. En daarom past die heel goed binnen de top 10 films die ik afgelopen tijd zelf in de bioscoop heb gezien. En aangezien er nu een top 10 volgt van de films die ik afgelopen tijd in de bioscoop heb gezien, gaat de film die ik het langst geleden heb gezien eruit. Dat is in dit geval Five Nights at Freddy's uit de 15e aflevering. En dan komt The Holdovers in de top 10. En dan gaan we snel kijken naar de top 10. Op 10 staat Aquaman and the Lost Kingdom. I'm gonna kill Aquaman and destroy everything he holds dear. Op 9 staat Wish. I'm so nervous, I think I'm going to explode. Op 8 staat The Beekeeper. We have to kill him before he kills his way to the top. Op 7 staat Killers of the Flower Moon. Money flows freely here now. I do love that money, sir. Op 6 staat Napoleon. This vermin has held the world hostage. Op 5 staat The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. See how quickly we become predator. See how quickly civilization disappears. Op 4 staat Wonka. You see, I'm something of a magician, inventor, and chocolate maker. Op 3 staat de film van deze week, The Holdovers. Sir, I don't understand. That's glaringly apparent. Op 2 staat Godzilla Minus One. Arriba. Godzilla. En op 1 staat nog steeds The Marvels. You took everything from me. And now I'm returning the favor. En dan zou ik jullie als klein extraatje nog willen vertellen wat de beste films zijn die ik afgelopen tijd zelf thuis heb gezien. En die top 10 komt dan nu. Op 10 staat nog steeds Seven. So how long have you lived here? Too long. Op 9 staat Heaven is for Real. Will you call some friends and pray for him? Op 8 staat Johnny English Strikes Again, de derde Johnny English film. Het is geen film die zichzelf serieus neemt. Ook geen film met goede CGI of wat dan ook. Maar het was wel gewoon a fun time. The country is in a state of complete chaos. And the universe sends me you. Op 7 staat Retribution met Liam Neeson. There's a man who has put a bomb in the car. Op 6 staat June. Do you often dream things that happen just as you dream them? Yes. Op 5 staat Dunkirk. I'm not going back. There's no hiding from this sun. Op 4 staat Joker. Ik zag Joker afgelopen week. Het is het oorspronkelijke verhaal van hoe Arthur Fleck de Joker werd. En het was heftig, maar het was ook wel echt een hele goede film. But I do. People are starting to notice. Op 3 staat Taika Waititi's Next Girl Wins. Become quite attached to him. Like finding a little lost white kid at the mall and telling him which way to go. Op 2 staat Zack Snyder's Justice League. He said the age of heroes would never come again. En op 1 staat nog steeds Tenet. We all believe we've run into the burning building. But until we feel that heat, we can never know. Dan wil ik jullie graag heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Volgende week vrijdag om 4 uur zijn we er weer en dan gaan we het hebben over Madame Web, de film van Sony's Spider-Man universum. Laat in de reacties weten of jij de Holdovers gezien hebt en jouw mening over deze film. Ik ben super benieuwd. Laat ook zeker weten of je nog andere films hebt waarvan je zegt die komen binnenkort uit in de bioscoop. Mis die zeker niet. En dan zie ik jullie hopelijk volgende week vrijdag om 4 uur bij een gloednieuwe video. Tot ziens, tot later.